pokte trakene van de hengst Nabeg. Deze Amazone werd al tweemaal derde, zowel in 1989 als in 1990 in de finale. En zij rijdt haar kuur op bekende Hongaarse melodieën die wij in Nederland zo goed kennen. Deze melodieën uit de jaren 60, uitgevoerd door het orkest van de bekende Tata Mirando, familie Weiss. En Lina Kova laat hier hele fraaie dingen zien. Overgang kon iets mooier daar, maar met enorm veel lef en gevoel voor show presenteert zij elke keer weer deze Dixon, grootpaard. Zij won in Amsterdam. Dus eens kijken of Nederland het land is waar zij zich altijd goed voelt en hoog uit de bus komt. Mooi vanuit die linksvolte meteen stelling overnamen naar een rechtsappiëment. Heel moeilijk. Dat nemen de juryleden mee. Prima. Het paard blijft enorm goed gedragen. Al zou die misschien iets meer buiging mogen hebben in zo'n appiëment. Zij gaat rustig door, stoort zich daar niet aan. Blijft showen. Hier vraagt ze wat veel. Daardoor iets uit het ritme. Maar weer mooi terugnemend. Overgaand in de galop. Dan krijgen we straks in de muziek het bekende vogeltje. Zoals dat door Leula Weiss werd gespeeld ook in het orkest van Tata Mirando. De Nederlanders voelen zich altijd prima bij deze muziek. Eventjes was hij daar tegen de hand bij de omstelling. Iets spanning daar. Het kan zijn dat de muziek iets harder overkomt in de hal, waardoor het paard wat schrikachtig wordt. We hebben dat in vorige uitzending ook wel eens gezien. Maar zij weet dat prima op te lossen. En er staat hier passage, maar dat is de Piaf. En daar is een pirouette in die Piaf. Goed in het ritme daar. En overgaand in een Piaf naar links. Nina Menkova is bijzonder handig in die stelling overname, vooral in dit soort moeilijke figuren. We zullen daar nog een fraai straaltje straks van zien in de hele bekende Menkova pirouette. Daarover zullen wij u straks informeren. Die zij aan het eind van haar kuur laat zien. Een werkelijk wonderstukje die haar deze pirouette nam, meegaf. Zoals sommige sprongen bij het kunstschaatsen naar mensen genoemd worden. Zo wordt straks de pirouette die u aan het eind ziet, de Menkova pirouette genoemd. Hier een mooie overgang naar die passage, waarin het paard hoog die benen opneemt, goed ritmisch blijft. En daar weer die moeilijkheidsgraad, maar dan wat fraaier dan bij Anne-Grethe Turnblad. Heel mooi, in het ritme blijvend. Overgaand naar een galop pirouette. Men zou even gedacht hebben, foutje, maar eventjes voorwaarts om die pirouette in te leiden. Dat is heel handig.
En dan hier die passage. Appuiement naar rechts. Eventjes de achterhand verloren. Daar weer bij komend. En overgaand in de galop. Pirouette. En weer overgaand in de passage. Zij scoort hier voor die moeilijkheidsgraad hele, hele hoge punten. Waardoor zij een ruim eind boven die 70% uitkomt. En hier die bekende Menkova pirouette. Ongelooflijk hoe zij dat doet. Kan bijna niemand duidelijk maken. Zo knap. Nina Menkova. Onthoudt u deze naam. Wij zien haar in Parijs.